Nieuwsgierig? Nee, dat was ze geen een van allen. De boerderijen lagen misschien 300 meter van elkaar, in een van de buurtschappen aan deze kant van het Derp. Het ging om twee boerderijen, in heel Nobelskop was er natuurlijk wat meer, maar het ging om met deze beiden die elkaar als het ware in de route keken. Van alle boeren in Nobelskop was er in de laatste 25-30 jaar maar één overgeblevene. Waarop nog geboerd won en niet alleen in de tijden. Ongelooflijk wat was de mechanisatie in de landbouw toenomen en wat was er door een hoop veranderd in de buurten. Op de boerderijen die nog overbleven was, daar waren Gerrit en zijn vrouw Gerrie en eure twee kinderen hielpen soms ook al mee. Gerrit en Gerrie waren vuur in de veertig en opa en oma waren er ook nog. Die was in het Olderzoest blijven wonen. Gerrit en Gerrie hadden er toen ze trouwen een stukje biennen zaten. Gerrit vond het maar wat makkelijk dat opa nog langs de posten liep. Dan kon hij nog eens een keer een rood vragen bij hem. Opa knapte tussendoor nog een hoop klusjes op, meer als dat Gerrit in de gaten had. En op de andere boerderijen, die waar Gerrit en Gerry in de roeten keken, was het boeren meest pad over. Daar won Hendrik en Jo, beide rond de zeventig, en kinderen die waren er nooit komen. Echt toegescheid waren ze nooit, maar toen ze 65 waren, ging ene voor ene de melkbeesten weg en won de melk verhuurd. Gert kreeg er ook een gedeelte van. En ook de varkenen gingen achter elkaar weg. Eén varken schoot heel Hendrik nog aan. Daar misten ze iedere keer zeven varkenen af. De meeste honden gingen naar de kippenslachterijen op een stuk of wat na. Dan hadden Hendrik en Jo zelf tenminste altijd ook nog frisse eieren. De weiden verhuurden Hendrik en op het bouwland verbouwde meis en dat verkochte ze zelfs weer. Vuller verdien deed er de Nederland, maar toe maar. Verkopen kon de grond altijd nog. Het werk wat ze zelf nog doen kon aan het land, daar wilden nog nog geen met te gangen blijven. Tenminste, Zolang hij zelf en zijn oude trekker het nog vol konden houden. Hendrik en Jo halen de melk bij Gert en Gerrie. Eén dag kwam Hendrik met het melkbusken, twee dagen later Jo. Zo ging dat iedere keer, Um en umme. Meestal gebeurde dat Smons toevallig net met koffie drinken. Ze konden dan tegelijk even in de krant kijken. Gerrit en Gerry kregen Smons vroeg de kranten, Hendrik en Jo s'avonds. Hendrik vroeg dan: Ik zag er gisteren ook nog een auto van een staan. Is die koe al van het voel af of hoe gaat het er met? Gerrit gaf tekst en uitleg over de koe. Twee dagen later kwam melk halen en vroeg: Ik zag er gisteren de auto van uw zusterstoorn. Is toen er nog van de Heer zit? Ze heeft toch geen zit of ander ongemak? En als Gerrit en Gerry niet veel tijd hadden van broden, dan namen opa en oma dat over en wonen door koffie dronkenen. Opa en oma hadden tijd van broden. En opa zei dan: Ik zag er wel dat je gisteren nog een hele zit stille stond met bouwen van het meisland. Later zag ik wel dat je de Smithbean tractor had. Was een tractor slim gepoord? Hendrik deed verslag van de ziekte van het oude trekkertje. Als een paar dagen later de melk kwam halen, vroeg oma: Gisteren stond een auto van een dokter bij achter toes. Laatst moest hij zo slim hosten, wat zei de dokter ervan? Het hele ziektegeval won uit de deur en tegelijk kwamen alle zeken uit de buurt aan de beurten. Net als alle leu die trouwen, wonen of moesten, in verwachting waren, ander werk hadden, bij de zangvereniging waren of waren weggegangen of toch wat. Mondje-schierig? Nee, daar waren ze geen ene van allen. Als Gerrit smot met Gerry aan het teten was, zeiden hij, Ik geloof dat Hendrik van morgen ook vaken afgeleverd heeft. Een vuikenswagen draait tenminste door aan plaats op. In smiddag zonder teten, zei Gerry: Joza, zal wel dertien die de een dag dreurig bleef, ze heeft de wassenboeten hangen. S'avonds zonder teten, zei opa tegen oma. Hendrik en Jo zal wel luk frust zijn Ze hebben volgens mij een kachel aan, want er kwam rookhoenschofsteen. Oma had weer wat anders gezien. Volgens mij eet Hendrik en Jo morgen beuntjes. Ik zag ze beiden op Kob in Nofstouw. Maar nieuwsgierig? Nee, dat waren ze geen een van allen. De wilde een wilde van de ander niet weten dat ze slim nieuwsgierig waren En mekaar een hele dag in de gaten hielden. Zo kwam het ook dat Gerrit op een visite zei. De Hendrik en de Jo, die bent toch wel niet zo alderbastend nieuwsgierig. Ik geloof dat ze een hele dag achteraan zitten kijken om te zien wat de wie doet en wat er bij ons komt. Hij zei er nog achteraan: Toen ik vermond de slangen van de melk denk deed Hendrik net een hond boeten. Maar nieuwsgierig? Nee, dat was ze dus geen ene van allen.